koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij even naar mij. Dan koekeloeren we. Koekeloeren we. Dan koekeloeren we allebei. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Hallo, Pier. Hey, Pier, kijk eens wat ik gevonden heb. Kijk eens. Een wortel? Ja. En weet je wat ik daarmee ga doen, Pier? Nee. Nou, ja, dat kan je toch wel raden. Wie houdt er nou van wortels? Konijnen. Nee. Ja, die natuurlijk ook. Maar deze wortel is voor het paard, Pier. Paard? Paard? Welk paard? Nou ja, het paard. Het paard van Sinterklaas natuurlijk. Ja. Want ik ga mijn schoen zetten vanavond. Ja. En daar doe ik deze wortel in. Dat vindt het paard vast heel lekker. Ja hoor. Stop jij die wortel maar in je schoen. Jij hebt tenminste een schoen. Ik heb er zelfs twee. Ja, en ikke heb er geen één. Nee? Oh nee, 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 je hebt geen schoenen. En als je geen schoen hebt om te zitten, dan krijg je ook geen cadeautje. Nee. Ik weet het. Ik weet het al. Een doos. We gaan gewoon een doos voor je zetten. Dan is die doos jouw schoen. Ja, een doos. Zou dat mogen, denk je, mof? Van de Sint? Tuurlijk. Ja. Dat mag best. Ja. De Sint is heel lief. En die snapt dat best wel. Nou, eens even kijken. Waar hebben we een doos? Een doos. Eens even kijken. Die hebben we niet. Nee? Oh, maar dat geeft niet. Dan gaan we erin halen. Waar dan? Nou, bij de supermarkt. Die hebben altijd dozen. Ah, zo, even een boodschappenkarretje pakken. Hé, hey, Pier. Hm? Kijk daar. Daar hebben ze ook van die kleine karretjes. Oh ja. Zullen we zo eentje nemen? Ja, dat is goed. En dan mag jij erin en dan duw ik. Oh, ja, leuk. Hé, hey, dan duw jij me naar de dozen. Die zijn daar, mof, aan de andere kant. Zo, zit je goed, Pier? Ja. Oh, niet zo hard, moffel. Straks val ik eruit. Ja, goed vasthouden. Oh, daar zijn de dozen. Oh ja, oh. Oh, moffel. Ah. Oeh. Zo. Hé. Hey. Eens even kijken. Pieten. Zwarte Pieten. Piet. 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 Zwarte Piet. Dag moffel, dag Piertje. Gaan jullie boodschappen doen? Nee. Wij komen een doos halen. Voor mij. Omdat ze geen schoenen heeft. Ja. En ga jij die doos dan aantrekken, Piertje? Aantrekken? Nee, nee, niet aantrekken. Nee? Die Piet. Oh, oh, rustig, 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 jongens. Niet zo kabaal. Nou, Piertje, ga jij ook zo lopen? Nee hoor, Piet. Die doos is om te zitten. Net als een schoen. Want Moffel, die gaat vanavond zijn schoen zetten. En dan zet ik mijn doos. Goed, hè? Dat vind ik een heel goed idee. Ja, zullen wij dan een mooie doos voor jou uitzoeken? Een grote doos? Ja! Oh, en zal ik er dan een P opschrijven? De P van Piertje. Ja, ik weet hoe dat moet, hoor. Ik kan dat heel goed. Dat vind ik nog een veel beter idee. Doe jij dat maar, moffel. Want dan kan de Sint goed zien dat die doos van Piertje is. Oh, kijk. Ik geloof dat hij erin heeft. Ah, ja. Nou, kijk eens, Piertje. Is dit een mooie doos? Ja, dat is een mooie. Ja. Ja. Die is wel heel erg groot, hè, Pier? Er kunnen een heleboel cadeautjes in. Nou. Meer dan in mijn schoen. Ja. Ja. Je past er zelf wel in. Alsjeblieft, dan heb ik hier nog wat lekkers voor in je doos. Oh, dankjewel, Piet. Hey, zie je dat, moffel? Ik heb ook al pepernoten. Ja, dat zie ik, ja. Ja, maar dat moeten jullie wel samen delen, natuurlijk, hè? Oh, oh. Ja, ja, natuurlijk. Ja, hoor je dat? Ja. Hier? Nou, daar gaan wij weer aan het werk. Vooruit, jongens. Kom. Dankjewel, hoor, Piet. En de groeten aan Sinterklaas. Dag, moffel. Dag, Piertje. Ik ben Wessel en Flip gaat bij mij logeren. Ja, ik mag bij Wessel slapen en we gaan onze schoen zetten.
Flip is ook. Dit is mijn schoen. Doe jij die dan, die laatste? Nee, dan wil je alleen. Zo. Voor Flip. Ja. Flip er nog eentje dan. Nog een suikerklontje. Voor het paardje. Ja, dat vindt het paard lekker. Welterusten. Welterusten. Ik hoorde wat. Zou dat Zwarte Piet zijn? Ik hoop dat er morgen wat in mijn schoen ligt. Zo, dat deurtje. En zo, klaar. Kijk, bier, de pu. Een stokje met een rondje eraan. Nou, mooi, Mof. Ja. Wat een mooie pu. Hé, zal ik hem mooi kleuren, dat hij er vrolijk uitziet, mijn doos? Ja hoor, welke kleur? Rood, ja. Net als de hoed van Sinterklaas. Dat heet niet hoed, Suffie. Dat heet mijter. Oh, nou, mijter dan. Nou is het goed. En hier. Oh, mooi hè? Ja, hij is heel mooi geworden. Prachtig. Nou, nu nog een liedje zingen. En dan gaan we naar bed, ja, oké? Ja, dat hoort zo. Goed. Ja. Wat zingen we dan? Sinterklaas kapoentje, gooi het in mijn schoentje. Goed. Oké? Ja. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn doosje. Nee, Pier, nee. Nee, je zingt het verkeerd. Nee, het is Sinterklaas kapoentje, nee. Gooi wat in mijn schoentje. Nee, het is Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn doosje. Want ik heb geen schoentje. Ja, maar nee, Pier. Ja, kapoosje, doosje. En een boosje, soosje. Ja, Pier, Pier. Koosje, Pier, hou erop. Wacht, ik weet al wat, Ja, Sinterklaas, matroosje. Of horloge. Kijk, Pier, ik zet gewoon mijn laars. Oh, en dan? Nou, dan doen we het zo, Pier. We zingen Sinterklaas kapoosje, gooi wat in mijn doosje. Oh ja. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Oh ja, dan kan het. Ja. Kom op. Sinterklaas kapoosje, gooi wat in mijn doosje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Kever woonde in een hol. Het was piepklein. Zo klein dat Kever niet eens een plek had voor een Sinterklaas cadeautje. En toch wilde hij graag zijn schoen zetten. En dat kon makkelijk, want hij had er wel 6. Kever zocht zijn mooiste schoen uit. Hij poetste hem op met zijn vleugeltje. Als ik later groot ben, zei Kever tegen de schoen, dan verzin ik iets om je heel mooi te laten glimmen. In een schoen hoort een verlanglijstje. Kever pakte allebei zijn pennen. Met 2 voorpoten schreef hij zijn lijstje. Iets groot en iets kleins. Kever werd al heel vroeg wakker.
gauw buiten kijken, dacht hij. Maar hij miste een schoen. Nou, dan maar zo naar buiten, dacht Kever. En hij kroop zijn holletje uit. Hij keek met open mond naar wat er op de deur van zijn holletje lag. Het zou nog een heel werk worden om het cadeau naar binnen te krijgen. En Kever begon ijverig te graven. Eindelijk was het gat van zijn deur groot genoeg. Het cadeau kon naar binnen. Maar nu kon Kever zijn hol niet meer in. Als Kever zijn hol in wilde, moest hij door het cadeau heen naar binnen. Kever scheurde en sleurde en trok en... Hij kwam zijn cadeau binnen. Wat was het groot! Weet u, Sinterklaas, zei hij, ik ga in dit cadeau wonen. Nu wist Kever dus wat zijn cadeau was. Een nieuw huis. Sinterklaas had het grote cadeau in zijn schoen gedaan. De schoen was dus onder het cadeau. In zijn nieuwe huis poetste Kever zijn 6 schoenen. En hij poetste zijn vleugels. En hij zong een heleboel Sinterklaasliedjes om Sint en Piet te bedanken. Want wie krijgt er nou alles wat er op zijn verlanglijstje staat? Goedemorgen, mama. Ja, goedemorgen, Pier. De doos? Doos? Welke doos? Je laars? Ja! De doos! Mijn laars! De doos! Mijn laars! De doos! Kom op, Pier! Kom op! We moeten... De wortel is weg! Hé? Oh, er zit iets in! Er zit iets in mijn doos! Ja, er zit iets in mijn laars! Oh, ik ben benieuwd wat het is. Wauw. Oeh, eens even kijken. Oh, Pier, kijk nou wat mooi. Ik denk dat het een... Oh, kijk, een doosje. Ik heb een doosje. Oh, kijk nou. En ik heb een laars in mijn laars. Een chocoladelaarsje. Wat grappig, jij hebt een doosje in je doos gekregen. Ja? En ik een laarsje in mijn laars. Oh ja! Ja. Dank u, Sinterklaasje. Dank u, Sinterklaasje. Ja. Hé, hey, Mof. Hm? Ik weet een leuk liedje om mee te bedanken. Oh? Ja, kom eens. Ja? En, maar dan... Oh, ja. Ja, ook zo. Ja, ja goed, okay. Goed. Ja. Sinterklaasje, Pieter, Pieter, baasje. Gooi wat in mijn lege, lege laarsje. Gooi wat in mijn doosje. Dank u, Sinterklaasje. Heel leuk, hè? En koekeloeren jullie weer de volgende keer? Sinterklaasje. Sinterklaasje, ja, ja. Misschien moet Sinterklaas ook wel heel erg lachen nu. Ja, ik denk het, ja. Sinterklaas bedoel je? Sinterklaas. Sinterklaas. Als hij gehoord heeft. Ja, ja. Hey, en Sinterkliesje, hè? Ja? Wat moet je daarvoor zetten dan?